Ondanks de toezeggingen van het kabinet Rutte sneuvelt binnen 4 jaar de hypotheekrenteaftrek. En de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 70 jaar. Dat zegt tenminste de Nederlandse top-econoom Willem Buiter. Buiter is chef-econoom van een van de grootste banken ter wereld, de Amerikaanse bank Citibank. De Britse econoom Willem Buiter, Amerikaan ook, maar van oorsprong Nederlander. Volgens insiders in de top 5 van invloedrijkste economen in de wereld. Dat is misgekleund op grote schaal. Adviseur van nationale staten, pensioenfondsen, Amerikaanse banken. Hoogleraar aan de London School of Economics. Hoofdeconoom bij de Amerikaanse Citibank. Een van de grootste banken ter wereld. Ik ben er altijd van beschuldigd geweest om een beetje een buitenbeentje te zijn. En de helderheid boven de vriendelijkheid te waarderen, als het ware, al in mijn communicatie over de economie. Terwijl de financiële crisis de straten van Griekenland, Italië en Spanje bereikt, laat hij zijn licht schijnen over de euro en de crisis die de Europese landen doormaken. Willem Buiter bracht vandaag een bliksembezoek aan Nederland. En op Schiphol vroeg ik hem vanmiddag naar de toekomst van de euro. Wat is het zwartste scenario voor de Europese munt? Het zwartste scenario is dat de euro uit elkaar valt. Niet doordat de zwakke landen eruit lopen. Dat zou voor die zwakke landen een catastrofe zijn, voor de Griekenland en dergelijke. Maar voor de euro zelf zou het positief zijn. Het zou dus het opbreken van de euro, omdat een aantal gefrustreerde belastingbetalers in Duitsland en Nederland dus zeggen, wij betalen niet meer voor de Grieken en wat dan ook. Dat zou een economische, politieke, globale catastrofe zijn. Ja, maar dat gaat ook niet gebeuren. Nee, daar bent u van overtuigd. Ja. Want we hebben in Europa over het algemeen geen universele zelfmoorddrang. En dat is maar goed ook. Maar je ziet politieke partijen die zich tegen de euro en de Europese gemeenschap keren. Oh ja. Die stijgen in populariteit op dit moment. Nou, sure. Maar in tijden van economische neergang, dan zijn populistische, nationalistische en andere onfatsoenlijkheden, die worden gewoon politiek veel belangrijker. En die geven een tijd de toon aan. En dan moet je gewoon je doorheen werken en afwachten tot het beter gaat. En dan zullen de populisten en de nationalisten en de heikneuters, die zullen het argument weer verliezen. Maar dat zal nog wel erger worden ook. Ja, voorlopig ziet u alleen dat partijen zoals de PVV van Geert Wilders, die zullen nog stijgen in populariteit. En als zij zeggen, je moet weg uit de Europese gemeenschap, dan zegt u, dat is financiële en politieke zelfmoord? Ja, dat zou gewoon volledig onzinnig zijn. We zitten in Nederland, hebben we enorme baat van de Europese Unie. Met al zijn gebreken. Ik heb een lijst van kritiek op wat Europa doet. Die is langer dan mijn beide armen. Maar het alternatief, autonoom Nederland, misschien willen ze de Indonesië ook nog bij hebben. Dat is een soort irreëel infantilisme. Daar is helemaal geen tijd voor. Nou ja, de gulden terug? Ja. Onzin? Onzin, volkomen onzin. Nederland is economisch gezien een groot dorp. Het is gewoon veel te klein om zijn eigen valuta te hebben. Toen we de gulden nog hadden, de laatste 20 jaar, was het gewoon een wholly owned subsidiary van de D-mark, Duitse mark. En de Nederlandse monetair beleid werd in Frankfurt gemaakt. Dat bestond uit één telefoontje. Zegt hij, wat is uw rentevoet, meneer? En zegt hij, oké, dat doen wij ook dan. U bedoelt de president van de Nederlandse bank? Ja. Die luistert heel goed naar zijn Duitse collega en dat is het dan zo'n beetje. Dat was het Nederlandse monetaire beleid voor jaren voordat we in de eurozone waren. Dus alle nadelen van een vaste wisselkoers en geen van de voordelen. Dus daar moeten we nooit naartoe. En natuurlijk de rest van de vrije handel, de vrije immigratie, grote zegen voor Nederland. De positie van Nederland in Europa op dit moment, hoe kwalificeert u die? Nou, we zitten wat budgettaire problemen betreft aan de goede kant van de verdeling, als het ware. Maar dat is alleen maar een betrekkelijk goede positie. In absolute zin
is de fiscale positie natuurlijk ook belabberd. We hebben een structureel overheidstekort van meer dan 5% van het bruto nationaal product. Dus er moet in Nederland ook nog zwaar gehakt worden. We doen het beter dan de rest, maar dat betekent alleen maar dat de rest het belabberd doet. En onze betere performance is echt niet iets waar wat bestendig is. Het is not sustainable. We moeten echt, wat kan er misgaan dan? Er moet in Nederland moet er nog zwaar bezuinigd worden. Waarop? Het is de politieke prerogatief om of de belastingen te verhogen of de uitgaven te verlagen. Maar de twee duidelijke kandidaten is het einde van de aftrekbaarheid van de rente op de hypotheken. En wat de uitgaven betreft ook natuurlijk de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. En dat zijn de twee no-brainers waar iedereen die de Nederlandse economie bestudeert zich verbaasd afvraagt waarom men daar godsnaam niet aan wil. Ja. Even uw voorspelling daarvoor. De hypotheekrente aftrekken in Nederland. Blijft die de komende jaren zoals die nu is? Nee, binnen 4 jaar wordt die langzaam afgebouwd. Dat wordt langzaam gedaan om netjes te zijn voor de mensen met bestaande hypotheken. Maar dus nog deze kabinetsperiode, als dit kabinet blijft zitten? Als dit kabinet blijft zitten, ja. En dan denkt u dat ze er niet aan ontkomen om het af te schaffen gedeeltelijk? Hoe gaan ze anders het gat dichten? Ja. Ondanks de belofte dat men daar niet aan zal komen. Politieke beloftes zijn het papier niet waard waarop ze geschreven worden. Dat is duidelijk. Voorspelling 2. Wanneer denkt u dat de AOW-leeftijd in Nederland verhoogd wordt? Tot welke leeftijd en binnen welke termijn? Nou, ik denk dat het heel snel zal gaan gebeuren. Want de redelijkheid ervan, omdat we zoveel langer leven. Iedereen die op zijn tenen en zijn vingers kan tellen, kan zien dat het moet. En iedereen elders in de wereld is hieraan bezig. Ik denk dat we heel snel naar 70 zullen gaan. En ik denk dat we ook daarmee zullen beginnen. Wel, in de komende 2 of 3 jaar. Nogmaals, geleidelijk. Je kunt het met een half jaar per jaar doen of zo. En dan, als je dan gelijk begint, dan ben je er misschien niet helemaal bij 2020, maar toch wel kort daarna. En dat zou dus een redelijke manier zijn om inderdaad niet alleen de zaak financieel te verbeteren, maar natuurlijk het is ook goed voor de volksgezondheid dat mensen niet na hun 65 op hun krent gaan zitten, maar dat ze toch nog proberen te werken. Ja. Werk is gezond. Absoluut. Essentieel voor gezondheid. Je ziet dat er gebeurt als mensen niet werken. Daarom is de werkeloosheid ook zo'n probleem. Niet alleen dat je geen geld verdient, maar een mens ontleent een groot deel van zijn identiteit als sociaal wezen aan zijn werk. Ja. U wordt genoemd als de mogelijke opvolger van de president van de Nederlandse Bank, Nout Welling. Het is meer waarschijnlijk dat ik de volgende paus ben. En als die baan u aangeboden wordt, wat zegt u dan? Dat kan niet, want ik ben geen Nederlander. U heeft uw Nederlands paspoort? Ja, ben ik kwijt. Het is me afgenomen. Waarom? Omdat ik op vrijwillige basis een andere nationaliteit heb aangenomen. En onder de Nederlandse wet raak je een Nederlanderschap kwijt. Het is een bureaucratische nonsens, maar dat is het. Minister Jan Kees de Jager van Financiën die zegt, Wim Buiter, we willen u zo graag op die plek hebben bij de Nederlandse Bank. U krijgt uw paspoort terug. Maar dan moet u wel president van de Nederlandse Bank worden. Doet u het dan? Ik laat me nooit uit over aanbiedingen die me niet gemaakt zijn. Is het een leuke positie eigenlijk? Beats working for a living. Leg uit. Ja, beter dan werken. Je hoeft er niks te doen, zegt u. Nee, natuurlijk is het een interessante positie. Want, je hoeft er alleen maar naar Duitsland te bellen om te vragen. Dat hoeft niet eens meer. Je hebt helemaal niks meer te doen. Nee, geen monetair beleid. Afgezien dan van 1 stem uit de 17 nationale bankgouverneurs. De president van de Nederlandse Bank kijkt uit het raam van zijn kantoor en ziet wel wat er gebeurt. Maar hoeft daar zelf weinig te doen. De belangrijkste rol van de Nederlandse Bank is de toezicht. Ja. Op het ogenblik de kleine bijdrage aan de discussie binnen de governing council van de Europese Bank. Zo klein? Nou, we zijn één van, wat is het nou, 17 plus 6, is 23. Een van 23 actieve deelnemers. Met andere woorden, uw huidige baan bij Citibank is 1000 keer interessanter dan die plek. Ik denk niet dat het interessanter is, maar ik ben er net begonnen.
Ik ben wel vaak van baan veranderd, maar ik toch niet al te vaak na een jaar weggelopen. Heb ik deze keer ook niet van plan. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.